Vandaag wandelen we langs de universiteitsstad Leuven. We maken niet alleen kennis met de alombekende grote en oude markt, maar zullen ook kennis maken met minder gekende groene plekjes. We zullen ook zien dat de stad Leuven haar stadsdevies Leuven eeuwenoud springlevend meer dan waar weet te maken. De Grote Markt van Leuven is het resultaat van een stadskernvernieuwing in de 15e eeuw en de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. De vorm en uitbundige versiering van ons stadhuis illustreren de rijkdom en de macht van de stad, maar vooral haar toegenomen prestige. Want hier werd in 1425 door paus Martinus V de toestemming verleend aan de stad Leuven om hier de eerste en enige universiteit voor de Lage Landen op te richten. Hetgeen natuurlijk het internationaal aanzien van de stad in belangrijke mate deed toenemen. In het begin van de 15e eeuw is men begonnen met de verbouwing van een oud Romaans kerkje dat op deze plek stond, te verbouwen dus tot de grote gotische kerk die we allemaal kennen als de Sint-Pieterskerk van Leuven. Men heeft gedurende 100 jaar gebouwd om dan rond het jaar 1600 te beginnen met de bouw van de westelijke torens. Men had hoge ambities. Men wilde hier namelijk de hoogste toren bouwen van het land, van de Lage Landen, maar dat is helaas niet helemaal gelukt. En wat u ziet als hoogte van de toren is eigenlijk 1/3 van de beoogde torenhoogte. In tegenstelling tot het stadhuis dat gespaard is gebleven tijdens de Eerste Wereldoorlog, omdat de Duitsers hier ingekwartierd waren, is de kerk wel afgebrand. En daarvan getuigen de foto's die deel uitmaken van een tentoonstelling die hier loopt onder de titel Gebroken Gevels. We staan hier voor de universiteitshallen. De universiteitshallen zou je kunnen beschouwen als het hart, de ziel van de universiteit. Elke eerstejaarsstudent moet door de grote poort om zich in te schrijven aan onze alma mater. Maar zoals u kan zien bestaat het gebouw uit verschillende delen. Het onderste gedeelte fungeerde in de 14e eeuw als lakenhallen van de stad. In de 15e eeuw, toen de universiteit werd opgericht, moest de stad natuurlijk ook zoeken naar een plek waar les kon gegeven worden. En zo beslist men om die lakenhallen te verdelen tussen de lakenwevers en de universiteitsprofessoren. Toen in de 17e eeuw de universiteit het hele gebouw verwierf, heeft zij daar een verdieping bijgebouwd. Vandaar die twee totaal verschillende stijlen. Een 14e eeuwse, vroeggotische stijl en een klassiciserende barokstijl daarboven. En in de 18e eeuw kwam er nog een vleugel bij die de Naamse straat verbindt met de Oude Markt. Dus je kan door het hele gebouw stappen van de Naamse straat naar de Oude Markt. En dan kwam daar in de 20e eeuw nog een volledig transparante nieuwe trappenpartij met lift bovenop. Dus hier staan we voor de 18e eeuwse uitbreiding van de universiteitshallen, waarin voor de Eerste Wereldoorlog ook de bibliotheek van de universiteit was gevestigd. Nu, bij de brand van Leuven van in de nacht van 25 op 26 augustus werd ook de universiteitsbibliotheek in brand gestoken. Dat heeft de hele wereld geschandaliseerd, waardoor er fondsen zijn verzameld geworden om een nieuwe bibliotheek inhoudelijk erop te bouwen. En de Amerikanen die wilden ons een nieuw universiteitsgebouw schenken. En vandaar dat zij kozen voor een ruimere plek op het voormalige Place du Peuple, het huidige La Deuzeplein. De universiteit is altijd heel zichtbaar aanwezig geweest in de stad, maar met dit gebouw stelt ze wel alles in de schaduw.
de universiteitsbibliotheek uit de jaren 1920, uit de tijd van de wederopbouw, uit de tijd van na de Eerste Wereldoorlog en naar de Eerste Wereldoorlog, verwijst dat bas-relief daarboven in de topgevel waar je de brandende universiteitshal ziet. De universiteitshal die in 1914 in de fik wordt gestoken, in brand wordt gestoken door Duitse troepen. En dat wekt zoveel verontwaardiging dat nog voor de Eerste Wereldoorlog ten einde was, nog voor de oorlog ten einde was, er in 25 landen, geallieerde landen en neutrale landen, er meer dan 200 comité's, steuncomité's voor Leuven tot stand komen die geld en boeken gaan inzamelen voor de wederopbouw van de collectie en voor de bouw van een nieuwe bibliotheek. Dus het is eigenlijk een moderne universiteitsbibliotheek, op zijn Amerikaans, maar in een dubbele vermomming. Als een soort historisch gebouw uit de Nederlanden, uit de Lage Landen, verwijzend naar de 16e eeuw of naar de 17e eeuw, begin van de 17e eeuw, naar de 16e eeuw, eigenlijk de gouden eeuw van de universiteit. En aan de andere kant vermomd als een soort Amerikaans war memorial, als een oorlogsmonument. En de hele symbolische invulling van het gebouw verwijst dan ook naar de Grote Oorlog, het bas-relief naar de terreur van de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. De dierentuin die je daar ziet, al die verschillende heraldische dieren op de trapgevels aan de zijkant, die verwijzen naar de geallieerden, bijvoorbeeld de Franse haan of de Schotse, de Britse eenhoorn, de leeuw van Fo voor Japan, de Italiaanse wolvin enzovoort enzovoort. Dat zijn allemaal verwijzingen naar de geallieerde landen. De Amerikaanse adelaar is natuurlijk prominent aanwezig. Dus de geallieerde landen, maar ook natuurlijk de Amerikaanse vrijgevigheid en de transatlantische samenwerking in die jaren van de wederopbouw. De kever van Jan Fabre had hij oorspronkelijk alles te maken met die universiteitsbibliotheek. In de kever zelf ziet Jan Fabre een soort symbool van universele kennis. En bovendien is die kever een geschenk van de universiteit aan de stad. En daarbovenop moest die kever eigenlijk als een soort wegwijzer verwijzen naar het tweede deel van het kunstwerk dat zich misschien nog spectaculairder zou bevinden in de grote leeszaal van de universiteitsbibliotheek. Want het was de bedoeling oorspronkelijk dat die kever eigenlijk de weg wees naar de tienduizenden kevers die tegen het grote plafond van de 70 meter lange leeszalen zouden worden opgehangen, zouden worden geappliqueerd. Hier in de Botanische Tuin staat eigenlijk een hele verzameling van zowel kruidachtige bomen, exoten, tropische sterren, vleesetende planten, cactussen. Ja, dat komen nu varens. Er eigenlijk staat heel het plantenrijk hier, in het klein. Oorspronkelijk was de Botanische Tuin van de universiteit. De universiteit heeft de Botanische Tuin overgedragen aan de stad Leuven. Nu komen studenten nog studeren. Dus we hebben een systematische tuin. Daar staan normaal 792 kruiden. En dus de studenten komen daar hun planten studeren. De tulpenboom die bloemen trekken op tulpen. Die zien een beetje geel met oranje binnenin. Het is ook een merkwaardige boom. Het staat in het boekje van merkwaardige bomen van België. Omdat die zo oud en zo groot is.
fruittuin is van 1994. Er staat dus veel geleid fruit in. Wat weet dat zeggen? Dat is fruit dat is geleid volgens een bepaalde vorm. En het staat allemaal tegen een muur. Dus het perenfruit staat tegen de zuidermuur, dus goed warm. Appelen staat tegen de westermuur. De verzonken tuin is van 1999. Die tuin is gebaseerd op een Engelse tuin. Echt op het zuiden gericht, warm, heel rustig. Er komen veel studenten studeren en in het weekend gaan daar veel mensen rusten omdat het daar zo rustig is. Het is eigenlijk een geheimplekje van Leuven, maar wordt er meer en meer bekend. En